Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We zitten in Nederland eigenlijk tussen twee vuren in. Een restant van een onwisbui boven Duitsland die Drenthe en Groningen schamt. En een nieuwe storing die in Engeland ligt. Daartussenin zitten opklaringen, daar hebben we een groot van de ochtend mee te maken. Het is snel 20 graden, vanmiddag loopt het kwik verder op. Het wordt zo'n 25 tot maximaal 27 graden. Maar in de loop van de middag trekt van het westen uit toch weer wat lagere temperaturen het land in. Er kan een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten, later ook in het zuidwesten. En die buien breiden zich vanavond weer over de rest van het land uit. Vanavond, dus wat buien hier en daar, kans op onweer, mogelijk ook hagel, rond de 20 graden en weinig wind. Dan gaan we naar morgen, dan ziet het weerbeeld er toch anders uit. Weliswaar felle opklaringen, maar ook een aantal buien lokaal met onweer. Temperatuur tussen de 19 en 21 graden en een matige zuidwestenwind. De dagen na het weekende is het licht wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Of een lage drukgebied wat is overtrekt met wat langer regen. Temperatuur rond of iets onder de 20 graden. Mogelijk later in de week weer wat oplopend. Maar het weerbeeld blijft volgende week grotendeels wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl